Waarschijnlijk zie je ze al in mijn oortje zitten. De OnePlus Bullets Wireless. De nieuwe headset van OnePlus. Ik ga er zo meteen meer over vertellen. Voor nu gaan we even kijken wat zit er in het doosje op het moment dat ik ze uitpak. Bij OnePlus willen ze niet alleen de smartphone-markt veroveren, ze willen ook de headset-markt veroveren. En dat gaan ze doen met de nieuwe Bullets Wireless, de tweede generatie van de Bullets headphones. Dit keer compleet draadloos, zoals de naam al zegt. Nou, het doosje ziet er een beetje uit zoals we van OnePlus gewend zijn. Kijk eens. Dat ziet er heel netjes uit. Never Settle, OnePlus, Bullets Wireless. Getekend, maar hey, hier zien we ze al. Hartstikke leuk gedaan qua verpakking. Hier een beschermhoesje in het typische OnePlus rood. Zo. Kijk, met een USB-C laadkabeltje erin. Magnetisch. Wauw, daar is goed over nagedacht. Kijk eens, dat zit ook netjes verpakt. De extra eargels en clipjes. Ons advies altijd, start met de kleinste, zitten die goed. Dan moet je niet groter nemen. Even kijken hoor. Je had een lipje moeten zitten, maar die is een beetje weggevallen. Gok ik. Dan krijgen we dit eruit. Ja, het is heel mooi verpakt. Maar stiekem toch ook wel een beetje lastig. Of ik doe het toch gewoon niet goed. Dat zou kunnen. We moeten erg veel kracht zetten hier. Free your music staat er trouwens in. Leuk. Ik heb het idee dat ik het doosje... Oh, even, er zit een plakbandje. Ha. Dat moet je me net gezien hebben. Kijk. Dat ziet er netjes uit. User guide netjes ingepakt en het headsetje ook. Oh, ik trek de eargel eraf. De eartip. En het haakje trek ik er ook af. Ik kan ze beter van achteruit uitdrukken. Zo. Nooit genoeg tape hebben. Zo. En dit zijn ze. Nekbandje, ziet er netjes uit. Met dit dingetje wat je er even af moet knippen. Keurige afstandsbediening. Een rode plus en een min. Hier zit de accu ontvanger en alles zit hierin. Het is magnetisch, sluit mooi op elkaar aan. Dan moet je ook automatisch passeren als ze op elkaar gaan. Zo kun je ze ook minder makkelijk kwijtraken. Even kijken, de maat die erop zit. Is het al de kleinste of is het middenmaatje? Dat is het middenmaatje, zo te zien. Dus ik moet deze eruit halen. Want de kleinste zijn voor mij altijd al voldoende. Die ga ik erop zetten. Zou heel makkelijk moeten gaan. Oh, toen was die weg. Zo. En kijk eens aan. Nou, dat belooft een hoop plezier. Ik ga ze testen de komende tijd. En wil je nou meer weten over de audio-kwaliteit? Check dan even de link onderaan de video. Daar ga ik je alles uitleggen over deze OnePlus Bullets Wireless. Dus check de link onderaan de video. Ja, dit is natuurlijk vooral een eerste indruk. Ik heb ze net een paar uur in mijn oren. En ja, draagcomfort. Licht hoog. En je ziet, ik heb geen haakjes in mijn oren. Ik heb gewoon het kleinste eargelletje genomen. Ik merk ook dat de vorm van de oordopjes asymmetrisch is. Dat is voor het geluid, is dat echt wel beter. Sowieso, ik ben voor die paar tientjes die het ding kost, want ja, het is een ding van onder de 100 euro. Best wel heel enthousiast. Het is echt... boven verwachting, zwaar boven verwachting. Ik ga hem natuurlijk nog vergelijken met hele dure headsets. We hebben hele dure in-ear oortelefoontjes die echt als referentie dienen voor onze tests. En daar moet ik hem echt wel mee vergelijken. Maar
ja, ik ben wel onder de indruk. Wil je meer weten over deze OnePlus Bullets Wireless? Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je in gadgetgear.nl. En daar vertel ik je echt veel meer over het geluidsprofiel van deze headsets. Waarbij ik hem ook echt vergelijk met wat een aantal andere headsets doen. Dus wil je alles weten over deze jongens, check even de link onderaan de video. En voor nu, tot de volgende keer.